Net als vorige week zijn er vandaag weer twee nieuwe gadgets gereleased. Volgens mij heb je de komende weken elke week twee nieuwe gadgets. Nou ja, dat is alleen maar mooi, want dan heb je gewoon elke week weer wat nieuws waar je voor kan spelen. En dat vind ik altijd wel leuk. En ik denk dat de meeste spelers dat wel leuk vinden in Brawl Stars. Maar het is best wel chill, want ik kan ze gewoon kopen voor edelstenen of voor coins. Ik kan ze allebei al kopen als ik wil. Maar ik heb een leuke challenge, Want wat er namelijk momenteel is, is Solo Showdown kandidaten van de dag. Dan heb je allemaal verschillende Solo Showdown maps. Ik vind dat persoonlijk het allerleukste moment van de week bijna. Want dat zijn altijd zulke leuke maps die ertussen zitten. Maar ook soms hele stomme maps, maar gewoon random maps. En dat vind ik altijd wel lachen om te doen. Maar wat we gaan doen, ik ga spelen met Spike. Dan moet ik proberen die gadget vrij te spelen. Hoe we het doen, als ik een nummer 1 plek haal, mag ik gewoon meteen die, zeg maar, sterker of gadget kopen voor 1000 coins. Mocht ik tweede of derde worden, mag ik een megadoos openen. Mocht ik vierde of vijfde worden, mag ik een grote doos openen, waar ik dan eventueel natuurlijk die gadget uit kan krijgen. Dus hoe hoger ik kom, hoe groter de kans is dat ik die gadget krijg. Daar komt het op neer. En ondertussen gaan we ook nog spelen in leuke maps. Nou ja, dat kan toch niet beter. En als we dat hebben gehad, als we de, zeg maar, gadget van Spike hebben gehad, dan mag ik met Edgar spelen en dan moet ik een nummer 1 plek halen met Edgar. Of natuurlijk met een beetje mazzel dat we derde worden en we mogen de megadoos openen. Dat we daar de gadget uit krijgen. Maar hé, dat gaan we zien. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, doe dat duimpje omhoog. Zouden we natuurlijk de 5000 likes kunnen halen. Met 2000 likes of 3000 likes. Ook heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En jullie weten het, maar mocht je me willen supporten, gebruik de code Bouws. Ik moet hem weer even opnieuw invullen. Dus dan doe ik dat natuurlijk. Oh ja, en vandaag komt er, als het goed is, een nieuwe Euro Kick-Up update uit. Dus download natuurlijk Euro Kick-Up. Het is helemaal gratis, mijn eigen game. Misschien zou het wel tof zijn als we hem weer een beetje terug kunnen pushen naar de top in de App Store en Google Play Store. Dus download de game. En het is natuurlijk nog steeds een leuk voetbalspelletje. Ik vind hem nog steeds leuk. En ik ben al zelf richting de 99 gaten. Ik ben benieuwd hoe hoog jullie zitten. Maar laten we maar gewoon beginnen. En dan ga ik eerst Spike natuurlijk selecteren. Die heb ik hier onder staan, want het is natuurlijk een redelijk zeldzame knokker. Ik doe even een andere skin. Gouden Spike, jongen. Oh, die is wel ziek. Oké, ja, laten we maar gaan spelen. Dus even ter herhaling. Nummertje 5 en 4 is een grote doos. 3 en 2 is een megadoos. En nummer 1 mag ik hem meteen kopen. Daar komt het eigenlijk om neer. Maar dit is wel een heel shit begin. Hoe gaan we dit doen? Oh, lol. Daar wordt meteen volop gevochten. Maar ja, dat is eigenlijk alleen maar prima. Ik wil hier nu even levens erbij krijgen. En oh, nice. Daar zit nu een doorgang. Ik ga ze nu gewoon pakken. Weet je, ik wil gewoon door. Ja, nice. Het was meteen misschien een beetje zielig. Maar dit is eigenlijk perfect voor mij. Want dat betekent dat ik nu sowieso in de top 4 sta. Alleen kom ik hier niet verder. Jongen, wat een rare map is dit. Dit was misschien leuk geweest. Misschien is dit een Daryl race of zo. Dat zou kunnen. Maar ik wacht even af. Ik hoop dat, dat de rest, zeg maar, van de spelers doodgaat door het gif. En dat ik langer ga overleven. En dan hebben we gewoon een mooi plekje in de top 3 dan sowieso. Maar misschien zelfs eerste. Dus ik zie jullie zo meteen. Oh, daar zijn mijn redders. Yes, ze komen mij redden. We zitten trouwens in de top 3 dan. Of top 4. Maar oké. Okay. Dit is wel baas. El Primo, die kan mij gewoon redden. Ja, nu durf ik ze ook niet te backsteppen. Yay! Maar ja, hoe gaan we het nu doen? Trouwens, die andere Spike heeft gewoon al die cactus. Dat is wel nice. Die ziet er wel echt heel vet uit. Kijk, die El Primo, die maakt alles kapot hier zo. Wat zou het midden zijn van de map? Ik denk dat hier zo het midden is. Maar ja, daar komen we natuurlijk niet. Oké, we zijn ondertussen bij het moment aangekomen dat ik waarschijnlijk de lul ben. Of wat gaat die El Primo doen? Ja, we kunnen nu niet zoveel. Ik ga gewoon proberen die El Primo nu te killen. En dan gewoon gadget. Oké, zijn we nu in de top 3 geëindigd? Ik hoop het! Yeah, we zijn derde geworden! Dat betekent een megadoos. Oké, dat is chill, Dat is toch even wat beter. Ik heb trouwens hier gewoon nog megadozen klaarstaan. Dus daar kunnen we nu een van openen. Ja, en als we eerste worden, mogen we dus rechtstreeks die gadget kopen. Maar ja, oké, we hebben niks gekregen. Maar ik wou net zeggen, het zou wat zijn geweest als we hier dan de gadget van Edgar uit hadden gekregen. Want dan was dat niet eens nodig geweest. Kunnen deze trouwens nog even claimen. Maar let's go! Nieuwe ronde, nieuwe kans. Eens kijken of het nu wat beter gaat. Ik hoop het wel. Op zich was de map wel grappig nu net. Maar dat kwam vooral omdat hij El Primo maar redde. Als hij mij niet had gered, dan was het helemaal niks geworden. En oh, dit is zo'n jump. Oké, nice. Wat gaan we doen? Ik denk dat ik heel eventjes ga afwachten. Of zo. Oh, nee. Ik ga meteen die jump nemen. Ik denk dat je dan dat het best kan doen.
Oh, dat weet ik trouwens niet zeker. Nee, ik denk dat ik zo meteen opgesloten ga raken. Oké, nee, ik denk dat dit niet het slimste was. Volgens mij een van de eerste maps die je ooit had in map van de dag, zeg maar. Dat was zo'n map. Oké, moet even uitkijken. We kunnen hier mijn gadget aanzetten. En dit. Ah! Oké, helaas vind ik haast. Nee, dit was niet echt een goede manier. Maar we blijven doorstrijden. Ik ga net zo lang door totdat ik die gadgets heb vrijgespeeld. Maar op zich, de map was wel lachen. Alleen dan is Spike niet echt geschikt. Dan kan je beter een Edgar hebben of zo. Oh, dit is nice. Als we die kistjes kunnen pakken, dan kan ik ziek worden. Ja, maar dan moet ik natuurlijk er wel voor zorgen dat ik daar als eerst ben. Ja, maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik denk het niet. We kunnen sowieso deze jump nemen. En er zijn ook al meteen twee outcasts die erheen gaan. Het wordt gezellig druk, zeg maar. Het wordt gezellig druk. Maar ik ga gewoon zorgen dat ik hier een beetje de boel kan pakken. En, oh, ik ben nu al een beetje sterk. We kunnen misschien hier die mortis pakken. Oké, ik heb nu al 10 krachtpunten. Ik ben al behoorlijk sterk, jongen. Oké, nice. Die El Primo kunnen we wel hebben. Oh, die gaat nu weg. Ik wil hier die El Primo. Ik wil zo hier de bol hebben. Dit is mijn gedeelte. Oh, dan moet ik trouwens hier die G wel pakken. Ja, nice. Lente krachtpunten. Oké, we hebben sowieso een grote doos. Het één nadeeltje is dat ik nu helemaal afhankelijk ben. Want ik kan nu niet niks. Ja, ik moet gewoon weer afwachten. Ik zie jullie zo meteen wel weer. Oké, moet even die Nani pakken. Eén shot. Ik had hem gewoon al. Oké, nee, we kunnen dit nog steeds winnen. En dan mag ik de gadget van Spike kopen. Let's go. Ja, dit gaat inderdaad lukken. Ik kan gewoon hier mijn super gooien. Oh, die Edgar die doet dat wel slim. Maar die kan, ik heb meer levens. Dus ik ga dit langer overleven. En oké, nice. Oh, hij had nog wel een shield. Hij heeft dan ook die nieuwe gadget. Jongen, die hebben al meteen die nieuwe gadget. Maar we hebben alsnog gewonnen. Jongen, gouden Spike op B. Oké, dit is perfect. Dan mogen we dus nu de gadget kopen van Spike. Gaan we dat natuurlijk doen. Dan hebben we de eerste nu vrijgespeeld. Op zich wel nice. We kunnen wel eventjes zo meteen ook gaan spelen met de gadget van Spike. Dan gaan we even kijken wat hij precies doet. Want ja, ik weet het eigenlijk al. Je hebt gewoon een grote cactus. Maar ik wil eerst even spelen met Edgar. En aangezien de map van de dag moet ik even kijken... nog maar 15 minuten beschikbaar is, wil ik eerst even die opdracht gaan voltooien met Edgar. Dat we die even gaan vrijspelen. Dus dat gaan we eerst doen. En daarna gaan we de nieuwe gadgets even snel testen. Kijken hoe ze precies, of wat ze precies inhouden. En hoe ze precies spelen. Maar ik denk dat het spelen met Edgar wel iets makkelijker is dan met Spike. Edgar, ja, speelt gewoon heel vaak heel chill. Ik kan bijvoorbeeld hier meteen al die Dyna pakken. Ja. Waar zal ik nu heen gaan? Ik moet gewoon even rustig mijn slachtoffers uitzoeken. Ik kan bijvoorbeeld hier die 8-bit, even jump. Oh no, dan gaat hij laggen. Ik weet niet of ik het anders wel had gehad, maar dat viel een beetje tegen. Ik heb wel cool doen met Edgar, word ik 6, daar heb ik net niks aan. Want ik moet 5e worden voor de grote doos. Maar nog niks aan de hand, we kunnen natuurlijk nog even doorspelen. Oh, ik wil in het midden komen, Ik zal meteen mijn gadget aanzetten. Ja, oké, dan ben ik er nu. Oh, daar komt ook al een andere Edgar. Er zijn al meerdere Edgars. Ze komen en... Oh, nice. Ik heb ze verslagen. Oké, nou, dan moet ik dit potje wel kunnen winnen. Dat kan niet anders, toch? Nee, Edgar, ik wil niet teamen met jou. Ik wil met niemand teamen. Alles is voor mij. Af. Mijn kisten. Nice. Hoppatee, 17 krachtpunten. Oké, we kunnen hier even heen. En dan kunnen we die max pakken. Dankjewel. Hier komt u maar, Primo, jongen. Iedereen, komt u maar. Iedereen die naar het midden komt is een lul. Weet je, ik ga met niemand teamen. Ik zie jullie zo meteen wel. Ja, of ik kan wel even op zoek gaan naar tegenstanders. Nou, ik loop wel even rond en ik zie jullie wel als ik iemand heb gevonden. Oh, nee. Oh, daar is gewoon een bee. Nee, en een bee is veel te sterk. Nee. No, met die super van die bee kon ik gewoon niks, bro. Ik zat er mooi in het midden. Worden we derde. Oké, nou, dat is wel een mega doos. Oh, maar dit was wel echt heel ernstig. Ik was er zo van overtuigd dat we dit zouden winnen. Ai. En we krijgen wel veel coins, maar helaas geen nieuwe gadget. Oké, nou, we moeten nog even doorstrijden. Nou, blijkbaar niet. Oké, is dit een race? Ja, dit is een race. En op zich is dit wel chill, want Edgar kan hier op zich wel in werken. Ja, dit kan zeker wel goed komen. Ik zal hier even mijn super neer gaan zetten. Kijk, top. Dan kan ik hier even afwachten. Dan wacht ik gewoon even de tegenstanders af. Dus zo meteen komen ze waarschijnlijk hier en dan kan ik ze in één keer pakken. Oké, nou, we zijn ondertussen wat verder in dit gevecht. Ik wil even die Frank pakken. Ah, nee. Ga weg dan, Bol. Ik moet die Frank hebben. Of hier, pak die Frank maar. Ja. Dat is mooi.
En dan kunnen we hier nu de boel pakken. En dan kan ik die boel... Ah, jongen, pakt hij ook nog die krachtpunt van mij. Dat is stom, dat is stom. Oké, misschien dat we die nu kunnen hebben. Ja, nice. Oké, er is nog één Edgar. Als we die verslaan, dan hebben we gewonnen. Die moet ergens hier rondlopen. Wat een rare web. Ja, het is gewoon zo'n race. 19 kracht. Oh, jongen. Ja, dat kan ik niet winnen. We hebben wel weer een mega doos verdiend. Nou, dan gaan we die natuurlijk maar eventjes openen. Tot nu toe nog geen geluk gehad uit mijn dozen. Maar misschien dat dat nu gaat gebeuren. Nee, nog steeds niet. We moeten gewoon een keertje eerste worden. Oh, ik kom hier in één keer in het midden. En hier liggen in één keer allemaal zoetsappige kistjes. Nou, dankjewel hoor. Dankjewel. Dat hebben we weer even goed voor elkaar. En dit is trouwens een soort van cirkel waar je in rond kan lopen of zo. Dus dat is ook wel nice. Ja, dit moet ik wel winnen. Als ik dit niet win, dan weet ik het ook niet meer. Jongen, ik ben nu zo sterk. Oh, er liggen ook mijnen. Weet je wat? Ik jump even terug, want dan kunnen we hier deze boom pakken. En er moet nog ergens één iemand... Oh, daar is een Mortus. Ja, de lul. Hoppa! Uiteindelijk komt het toch nog goed. Uiteindelijk wel. We zijn de eerste geworden. Ik vond het wel een leuke map. Ook omdat ik eerste ben geworden. Maar dat betekent dat we nu de nieuwe gadget ook kunnen kopen van Edgar. Nou, dan heb ik uiteindelijk toch nog bijna een gadget gekregen. We gaan even één potje doen met de nieuwe gadget van Spike. En één potje met de nieuwe gadget van Edgar. Gewoon eventjes snel kijken wat ze inhouden en wat ze precies doen. Volgens mij de nieuwe gadget van Edgar... Oh lol, dat is ook wel een nice map. Maar die zorgt ervoor dat je een shield hebt. Ja, dus we hebben nu gewoon... Oh, en die is tijdelijk. Dus je hebt gewoon tijdelijke shield. Ik ga even die rode teleport nemen. Dus dan heb je gewoon eventjes een shield. Oh nice, hier liggen nog kistjes ook nog. En ik heb gewoon tijd om ze te openen. Maar ik denk dat het wel erg chill is. Als je gewoon in als je zeg maar naar iemand toe jumpt. En dan zet je gewoon je gadget aan. Heb je gewoon 2000 levens erbij. Dus de kans dat je dan vervolgens overleeft. Is wel iets groter. Alleen is die andere gadget natuurlijk ook wel heel chill. Want dan krijg je in één keer je super erbij. Kunnen die Rico hebben? Ja, nice. Moet wel... Oh. Moet even uitkijken, wou ik zeggen. Maar te laat, ik ben dood. Ik denk dat het wel een leuke nieuwe gadget is. Ik weet alleen niet of die veel beter is dan de oude gadget. Want die oude gadget zorgt er natuurlijk voor dat je in één keer je super hebt bijna. En dat is ook wel heel chill. Maar we gaan nog even met Spike spelen. Want dat is natuurlijk ook handig. Gewoon even de nieuwe cactus kijken. En even kijken in wat voor map we terechtkomen. In een ziekdorf. Lol. Maar je kan hier dus, als jij hier nu je gadget inzet. Dan krijg je dus een soort van cactus. Ja. Dus dat vind ik er op zich wel vet uitzien. Maar die zie je denk ik niet als je verder wegloopt. Oh jawel. Die cactus die kan je wel zien. Dus anderen kunnen die cactus zien. Maar als je iemand tegenkomt, snel cactus inzetten en dan gewoon hits doen. Dat, je hebt gewoon eigenlijk 3500 levens extra dan op die manier. Oh, hier is een bibi. En daar was een bibi, want die gaat nu waarschijnlijk dood. Of, ja. Die gaat nu dood. Dat is mooi. Oké, ondertussen wordt hier gevochten. Hier komt u maar. Hoppa. Oh nee. Oké, ik ben nu dood. Maar wel een leuke gadget ook weer. We hebben ze vrijgespeeld. Dus dat is mooi. Daar ging het om. En op zich ook wel zeker leuke maps tegenkomen. Nou, dat is helemaal perfect natuurlijk. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!